Hallo iedereen, ik ben Matteo de Klerk. Ik heb juist een mountainbike training gedaan in het bos en mijn fiets is behoorlijk vuil. Ik heb wel al eens een video gemaakt over hoe je je crossfiets kuist, maar vandaag ben ik uitgenodigd bij Niels van Pro Bike Wash om mijn mountainbike eens grondig te kuisen. Amai Matteo, je hebt goed je best gedaan. We gaan ons werk hebben. Ik heb inderdaad goed mijn best gedaan, maar dit is doodnormaal tijdens een mountainbike rit. Het lag er vochtig en modderig bij en dit is het resultaat. Oké, Niels, wat is eigenlijk de allereerste stap dat we moeten doen? De allereerste stap is een heel belangrijke stap en dat is alle bewegende onderdelen gaan ontvetten. Niels haalt eerst het voorwiel uit mijn fiets en daarna plaatst hij mijn ketting op het grootste verzet. Mijn ketting wordt met een kettinglinkopener geopend en voorzichtig verwijderd. De ketting wordt in een mandje gelegd en zal ultrasoon gereinigd worden. Eerst wordt mijn cassette grondig gereinigd. In een eerste fase wordt het grof vuil van de cassette geveegd. Nu wordt de cassette verder gereinigd met een mengsel van shampoo en ontvetter erin verwerkt. Ik zie dat je de derailleur op het lichtste verzet hebt gezet, Niels. Waarom doe je dit eigenlijk? Voor meer ruimte vrij te maken en om het vuil te kunnen vrijmaken van tussen de derailleurwieltjes. Het is verbazend om te zien hoeveel vuil er tussen de derailleur en de derailleurwieltjes kleeft. Niels verwijdert dit makkelijk met het schroevendraaier. Vergeet zeker niet om deze video te liken, vergeet ook niet om te subscriben en een comment te plaatsen, want onder de beste comment geven we deze set van Mukhof om je fiets te kuisen weg aan de bodem door Niels van Pro Bike Wash. Nu het vuil van tussen de derailleurwieltjes is, gaan we de derailleur op zijn geheel grondig poetsen. Dit gebeurt met eenzelfde mengsel van shampoo en ontvetter. Je ziet mooi hoe het vuil wordt opgevangen door een zeefdoek. Vervolgens is het kettingblad aan de beurt. Ook dit wordt grondig ontvet en gewassen. Niels let er goed op dat er geen ontvetting op de lagers van de bracket komt. De volgende stap is om eerst het overtollige vuil te verwijderen, om daarna te beginnen met een pre-wash, de fiets volledig in te schuimen en zo zal het vuil volledig gaan losweken. Oké, Niels, ik gebruik altijd een hoge drukreiniger, maar ik krijg daar soms wel wat commentaar op van sommige mensen, omdat ze denken dat ik daarmee het fijn beschadig. Wat gebruik jij eigenlijk? Een tuinslang of de hoge druk? Ik zelf gebruik ook een hoge drukreiniger, maar we doen het wel op een veilige manier. Hey, we gaan ervoor zorgen dat alle draaiende bewegingen, zoals de roulementen die hier en hier aanwezig zijn, niet te gaan beschadigen en soms beter een stap achteruit zetten dan een stap dichter zetten. Niels zorgt er inderdaad voor dat hij met een niet te krachtige straal spuit en hij behoudt een ruime afstand. Op deze manier gaat het grove vuil er toch af en beschadigt hij zeker het frame niet. Hij zorgt er ook voor om zeker niet op de lagers te spuiten met de hoge drukspuit. Nu wordt de fiets volledig ingeschuimd met shampoo. De shampoo moet nu een vijftal minuten intrekken zodat het resterend vuil goed loskomt en daarna kan de fiets terug afgespoten worden met de hoge drukreiniger. Goed Niels, ik zie dat je nu twee verschillende emmers hebt klaarstaan. Waarom is dit eigenlijk? Het is eigenlijk ook voor te zorgen dat we zo weinig mogelijk schade brengen aan de lak tijdens het poetsen. De ene emmer is voor het spoelen, de andere emmer is met shampoo in om dan terug veilig te kunnen gaan werken. Je bent hier nu met een speciale borstel aan het kuisen. Waarom doe je dit eigenlijk? Het zijn specifieke borstels met, die extra zacht zijn, zodat we ook het lak niet kunnen gaan beschadigen. Mocht je dat zelf afvragen omdat je met de correcte borstel bezig bent, indien je op je handpalm te ruw aanvoelt, dan dat de borstel te hard is, moet echt wel heel zacht zijn. Niels heeft verschillende speciale borstels, zodat hij op alle plaatsen goed de fiets kan bereiken. Om het frame zelf te poetsen gebruikt hij een speciale fietswashandschoen. De laatste resten shampoo worden terug afgespoten met een hoge drukreiniger en vervolgens wordt de fiets gedroogd met perslucht van een compressor. Oké, Niels, ik heb gezien dat je daarnet de compressor hebt gebruikt, maar nu ben je weer bezig met een doek. Waarom is dat eigenlijk? Ja, dat klopt. Om het laatste beetje overtollige water eigenlijk te gaan verwijderen, of veilig te gaan verwijderen, zodat we geen wrijfkrassen of zo weinig mogelijk wrijfkrassen gaan maken op het frame. Op de framebeschermer tegen de ketting hangt nog heel wat vetresten en ook dit wordt netjes verwijderd met ontvetter.
Het matte frame krijgt nu een finishlaag met mat finish detailer van Muckoff. Nu is het de beurt aan mijn wielen om grondig gepoetst te worden. Zo, de wielen zijn klaar. Nu volgt nog de smering van de rollende onderdelen. Niels plaatst de wielen terug en ook de ketting die ultrasoon werd gereinigd, wordt teruggeplaatst en daarna krijgt hij een laagje olie. Voilà Matteo, je fiets is klaar. En, wat denk je van het resultaat? Ik ben heel tevreden van het resultaat. Je hebt me vooral ook bijgeleerd hoe ik mijn fiets grondig moet kuisen. Ik hoop dat jullie ook iets bijgeleerd hebben. Bedankt allemaal om te kijken. Vergeet zeker niet om te liken en te subscriben. Maar ook om een comment te schrijven om de gratis Muckoff set te winnen.